zelf wel altijd het idee dat er in de kunstenaarswereld in Gennep, dat daar meer is als wat we zo hier en daar toevallig eens een keer zien. Wat, ik praat nu over de toekomst al, wat we vanavond hier zien, dat is een selectie van 12 stuks uit een totaal aantal inzendingen van 60. De kalender, die komt er zo uit te zien. Dat zijn typisch geintjes van de drukkers. Vanmiddag zat ik er nog gewoon uit en dan sturen ze me zo op zijn pad. Het is namelijk in januari is een acryl op doek geworden van Riet Nooy Teunissen van de Miltsweek. En dat heeft Miltsweek in de sneeuw gezien vanaf de hoek Heivaal Kerstenberg. Ik wil het heel kort houden. Wij zijn, zeg maar, als GESP-bestuur continu bezig om in de Gennepse gemeenschap draagvlak, een heel mooi woord, draagvlak, te vinden voor onze activiteiten die primair erop gericht zijn om de mensen in San Pedro, in Nicaragua, die helaas moeten leven met achterstanden, en dat kan zijn financieel, maar dat kan ook zijn op kennisniveau. En met name dat laatste, dat is wat ons betreft de belangrijkste drijfveer om ons in te zetten. Met name de jeugd, de kinderen van San Pedro, om die zeg maar naar school te laten gaan. Cathy is zeg maar afkomstig uit Nicaragua en die heeft deze week met de kinderen in Venzalderheide een muurschildering gemaakt in de hal. En ik zou iedereen willen uitnodigen om daar eens gaan te kijken. Beste kinderen, wat fijn dat ik hier vandaag mag zijn. En ik kijk hier rond en ik hoor wat jullie de afgelopen weken gedaan hebben. En dat is heel belangrijk. Want als ik in de gemeenteraad vraag, noem de millenniumdoelen, dan denk ik dat ze daar meer moeite mee hebben dan jullie hier in Venzelderheide. Proficiat! Fijn dat jullie daar op deze manier een belangrijk thema van gemaakt hebben. En nog fijner, en daar wil ik jullie mee proficiat wensen, wat een prachtig resultaat. Wat een fleurige muurschildering, samen met Cathy gemaakt, een blijvende herinnering en iedere dag opnieuw herinnert het er jullie aan, geen kinderarbeid. De school is de werkplaats voor de kinderen. Het GESP is hierin voorgegaan, bedankt daarvoor. En ook wij als gemeente zijn bijzonder trots op alle kinderen in Venzelderheide, want die hebben iets belangrijks geleerd. Yo también quiero agradecer mucho, pero estén seguros que estoy, para mí es un orgullo estar aquí compartiendo una experiencia sobre arte colectivo.